winkelcentrum De Nieuwe S in Sleewijk is een bijzondere kerstboom verschenen. Dit is de boom Sleewijk, of tenminste eigenlijk de boom voor heel gemeente Altena. En het is een bijzondere boom, want in deze boom kun je eigenlijk een soort kerstwensen ophangen. Door middel van een kerstbal. En die kun je vullen met iemands naam. En dan kunnen we, als je die in de boom hangt, die halen wij dan weer op. En dan zorgen dat een mooi kerstpakket eigenlijk komt bij mensen die het heel hard nodig hebben. Een boom met een warme boodschap waar u uw wens voor iemand die dat goed kan gebruiken in kwijt kunt. Wat ze kunnen doen is hier naar de lokale supermarkt gaan, naar de servicebalie. Daar staat een hele grote doos met ballen. En er liggen ook allemaal formuliertjes waarop je kunt invullen voor wie de boodschap is. Of voor wie je eigenlijk een kerstpakket gunt. En dan mag je invullen, mag je het papiertje opvouwen, in de bal doen en vervolgens de bal in de boom hangen. Dat is eigenlijk het hele idee. Het is helemaal niet zo moeilijk. En eigenlijk elke avond wordt deze boom geleegd. Dus de spullen worden eruit gehaald, de aanmeldingen worden eruit gehaald. En met die aanmeldingen gaan wij dus een heel mooi kerstpakket verzorgen. Aankomende zaterdag gaan we die rondbrengen. En ja, dat is eigenlijk het idee. Het kost niks, het is gewoon gratis, maar we willen gewoon graag heel graag uitdelen van wat we zelf hebben. Een aantal mensen hebben het initiatief genomen om iets voor anderen te kunnen doen in de soms moeilijke dagen rond kerstmis. Nou, eigenlijk hadden we een beetje als een groep bij elkaar zoiets van, joh, weet je, we willen gewoon heel graag iets doen voor de mensen om ons heen. En dat kun je doen door een kaartje te sturen of van allerlei dingen. Maar dit inspireerde ons heel erg. We zagen de kerstboom van Joris op televisie. En toen dachten we bij elkaar, dit moeten wij ook doen. Maar we willen het gewoon groter maken. Is dat we gewoon om niets gewoon een pakket kunnen samenstellen. Dat mensen ook iets tastbaars hebben in deze donkere tijden, in deze grauwe donkere tijden. En dat ze gewoon zich geliefd voelen. Dat ze weten dat de mensen om zich heen aan hun denken. En daarom ook een stukje anonimiteit, zodat we... Ja, dat het niet gaat over wie het allemaal doet, maar gewoon dat het gaat over de boom zelf en over de gedachten erachter. Dat vinden we veel belangrijker.